dit is wel een unieke in haar klas. Het schip is echt multi-inzetbaar, voornamelijk vanwege zijn diepgang van 2,30 meter, waardoor ze zich onderscheidt van andere offshore schepen met deze capaciteit. Het schip is een bestaand schip wat wij afgelopen 10, 11 maanden volledig hebben gerefit. Alles is er bijna uitgehaald. Het zij gereviseerd of compleet, het meeste is compleet vernieuwd en weer ingebouwd. Accommodatie is uitgebreid naar 58 personen. 3 grote dekkranen geplaatst. Een ruime brug met surveycapaciteiten. Het schip is van alle gemakken voorzien en de accommodatie is comfortabel. Dit schip was zo multifunctioneel eigenlijk in te richten dat het gewoon een aantrekkelijk schip was. Het bedrijf is van Stay Offshore. Wij bezitten op dit moment 3 werkschepen die wij bemand verhuren in de offshore. Van origine is het een familiebedrijf. Vroeger is mijn vader hiermee begonnen in de 70e jaren. Begonnen met kleinere bootjes en de laatste 4 schepen hebben wij dan gebouwd bij scheepsbedrijf Kooijman. De Kooijman Marine Group is een familiebedrijf wat inmiddels 3 vestigingen heeft in Nederland en veel disciplines in huis heeft qua vakmanschap. En ervoor staat om kwalitatief hoogwaardige schepen te bouwen, te onderhouden, te refitten, schades aan die schepen te herstellen. We zetten breed in op het type markt wat we bedienen. Dus denk hierbij aan binnenvaart, kleine zeevaart, sleepboten, duwvaart, offshore schepen, schepen in de bagger. Nou, ik denk Kooijman heel sterk is om vragen die een klant heeft of een specifieke eis die een klant heeft aan zijn schip te vertalen naar een praktische oplossing, maar wel bij een heel stuk engineering ook zit. Dus niet elke vraag is op te lossen met een dik homp ijzer. Het schip kwam binnen daar in de haven bij scheepswerf Kooijman en dat was gelijk al, hij lag nog niet vast en het was de snijbrander overal in. Alles van dek af, alles opruimen. Overal toegangsgaten maken, zodat er tijdens de bouw goede toegang was tot elke ruimte. We zijn toen op tegenkomen als een dolle tekeer gaan om zo snel mogelijk productietekeningen voor elkaar te krijgen. En we zijn heel kort daarna gelijk gaan produceren. Er is gekozen voor om eerst alles zoveel mogelijk intern in het schip en boven water allemaal uit te voeren. Dus de uitbreiding van de accommodatie, staande kranen eraf. Alle mechanische delen die gereviseerd moesten worden zijn eruit gehaald. Deels bestaand accommodatie leeghalen. De brug is helemaal leeggehaald. Dus een dekhuis vergroten. Misschien komen er extra fundaties voorzien. Alle apparatuur die je nog gaat hergebruiken netjes opslaan. En goed laten controleren. Belingen aanpassen, wegneembaar maken. Houten dekken erin, alvast de fundaties leggen, op de juiste plaatsen gaten in het dek snijden, nieuwe generatoren aansluiten. Nou, dan kom je al wat in wat kleiner ijzerwerk, details en een stadium waarbij een timmerman in zijn accommodatie kan gaan timmeren. De Zwerver 1, Arjen van Stee, was bezig met het schip eventueel aan te kopen en is bij ons met de vraag gekomen, nou, zouden jullie zo'n project zien zitten en willen jullie meedenken of dat überhaupt kan qua regelgeving, sterkte, noem maar allerlei randzaken op. We waren een beetje aan het zoeken zo van wat gaan we hierna doen. We waren al in bezit van 2 DP multicats. En je merkte wel dat in die wereld de concurrentie staat ook niet stil. Wat gaan we doen? Nieuw bouwen. Of zien dat we ergens een bestaand schip kunnen vinden. Ga je daar een compleet nieuw schip voor inzetten? Waarschijnlijk is het dan lastig qua tijd. Want de markt is er meestal nu en niet over 3 jaar. Dat is lastig voorspellen. Terwijl met een nieuwbouw zie je natuurlijk al een lange leeftijd. Vandaar zien we dat de refit conversion wel een groeiende vraag is. Om in een niche-markt te komen en een bestaand schip te vinden wat daarin past, dat valt nog niet mee. Ja, bij toeval kwam dit schip op de markt. De eerste indruk, casco-technisch prima schip. Uitvoering, afbouwtechnisch valt er veel te verbeteren. Uitrusting gedateerd, achterhaald en ook wel gebruikt. Het schip is 15 jaar oud en 15 jaar op zee gewerkt, dus dan zie je zeker gebruiksporen. Kunnen we aan, kunnen we wat moois van maken en dat is uiteindelijk ook gelukt. Toen ergens ongeveer halverwege was het gepland om het schip op de helling te leggen.
dat is in Dordrecht gebeurd. Zodra je dan plaatjes en tekeningen ziet, dan gaan alle radertjes een beetje draaien. En dan begin je wat te schetsen en over en weer te sparren. Ineens dan gaat zo'n verhaal helemaal leven natuurlijk. En dan kom je erachter dat natuurlijk ook aan heel veel eisen moet voldoen. Nee, dus je maakt een voorstel, de klant keurt het goed, keurt het af. En nog eens een andere optie bekijken en zo gaandeweg groeit het en groeit het. Heel veel dingen die je bedenkt, dat kun je niet eens uitvoeren vanwege de regelgeving. Van de oude regelgeving van het bouwjaar van het schip, van de nieuwe regelgeving. Ja, dat zijn bij die conversieprojecten wel de uitdagingen. Waar moet je tussen manoeuvreren qua regels en klantwensen? En ook het budget wat erop staat. We hebben op een korte tijd al het onderwaterwerk voorzien bij onze andere vestiging in Dordrecht. Scheepswerf Kormen OB. Zoals het toevoegen van extra thrusters, de sputpalen, een bulpsteven eraan met extra thrusters erin. Zoewassen, roeren, de hele moonpool die er ingekomen is van 4 bij 4 meter met een bodemdeur. Dat is echt wel strak gepland, dat moet klaar liggen voordat het schip droog gaat. In 4 weken tijd dat er allemaal ondergemaakt. De meeste van de bouw hadden we eigenlijk wel van voren af al redelijk in kaart gebracht. Tijdens de bouw dan loop je wel eens tegen dingen aan die in slechtere staat zijn of iets dergelijks dan verwacht. Of je komt erachter dat bepaalde systemen heel anders werkten dan dat je eigenlijk voor ogen had. Ja, dan moet je daar weer een wijziging aan denken. Maar gezien de korte doorlooptijd die dit project heeft gehad, zijn er ook wel gewoon rigoureuze klappen gemaakt van ja, we hebben niet veel tijd, dus er moet gewoon elke keer een klap opgegeven worden. Daar was de klant ook zich terdege van bewust. Dat maakt ook wel dat dit project succesvol is geworden. Snel beslissingen maken, snel met de klant schakelen, snel met de klassen schakelen. Druk erop houden. Nou, toen kon uiteindelijk op het laatste moment de hul nog. De huid geschilderd worden, schoongemaakt worden. En is het schip in januari, eind januari te water gegaan, weer richting Zwijndrecht voor verdere afbouw. Dus alle grote componenten staan erin. Alle grote delen zitten op of aan het schip. En dan gaat het om leidingwerk, kabels, koolverzuring, timmerwerk. Nou, dan begin je met alle motoren erin te hijsen en alles op te stellen zoals het hoort. Uitlaatsystemen die allemaal veranderd zijn, weer opnieuw aan te leggen. Het kabelwerk aanleggen, bruggen indelen, en de betimmering en dergelijke, isolatie. Dus dat proces dat is toen heel snel op gang gekomen. De refit-projecten, dat is vaak een combinatie van een werk wat er in de wereld bestaat, waar of nog geen schip voor geschikt is, of dat een schip er deels geschikt voor is en de laatste 30% geschikt gemaakt moet worden. Of levensduurverlenging, dat kan ook een refit doel zijn. En wat je daar vaak bij hebt, is dat je op korte termijn een schip nodig hebt wat bij een nieuwbouwproces niet haalbaar is. In plaats van 2 jaar bouwtijd of 3 jaar bouwtijd, aanpassingen binnen een half jaar of een jaar verrichten. Je doet een refit van zo'n schip, je vernieuwt zoveel mogelijk. Wat eigenlijk gewoon de levensduur van het schip al verlengt naar maximaal. Het voordeel is wel, je wint de tijd. Maar het is wel een erg drukke periode, zeg maar, om alles te regelen. En natuurlijk met een refit, dat is, je komt altijd wel dingen tegen die je dan ineens van de een op de andere dag moet beslissen van oh, dat moet ook maar vernieuwd worden of veranderd worden of toegevoegd worden. De uitdagingen voor, op technisch gebied voor dit schip zat één, de hoeveelheid werk op korte termijn te verzetten. En dan op de korte tijd de engineering goed op de rit hebben. En dat allemaal toch wel in een bestaand schip geïnstalleerd te krijgen. Terwijl je het ook wel probeert het bestaan ook wel zoveel mogelijk intact te houden. En ook de combinatie met een behoorlijke uitbreiding op de elektrische installatie. Ja, dat maakt het technisch wel ingewikkeld. Ja,
ja, dan langzamerhand werk je langzaam richting een proefvaartdatum toe natuurlijk. Proefvaart voor de werf. En zo nog wat punten opgelost te hebben, proefvaart voor klasse op zee. En vervolgens het DP2 systeem inregelen. DP2 afname door klasse. Tot aan oplevering en vertrek van het schip richting Harling. Niet iedere werf heeft natuurlijk ook de faciliteit om dit soort projecten aan te pakken. We hadden er best wel wat eisen aangesteld, ook qua levertijd en dergelijke. Het overleg met de werf en dergelijke, dat gaat altijd gestroomlijnd. Ik hoef maar één woord te zeggen en ze weten wat ik eigenlijk bedoel. Dat is natuurlijk het voordeel als je jarenlang al samenwerkt. Dan hoor je ook de problematiek met een refit. Ieder schip met een refit is anders. Dus dan begin je ook wat meer te begrijpen dat ze bij Kooijman wel de ervaring erin hebben. En dat was wel ook doorslaggevend natuurlijk ook voor ons project. Dat is ook het probleem met een refit. Het moet gelijk goed zijn, goede kwaliteit. Iedereen moet er vertrouwen in hebben zodra ze aan boord stappen dat ze denken, oh, dit is geen refitje geweest. En dat straalt het schip wel uit. En kunnen het gewoon het complete plaatje rondkrijgen. Ik weet niet of andere werven daar zo toe in staat hadden geweest om het tot zo'n mooi product te maken en voor elkaar te krijgen.